Jacob Geld, denk ik, als ik één zin eruit heb gehaald uit het verhaal, was het: ik ben optimistisch over deze generatie. Er zijn heel veel mensen niet optimistisch. Waar komt het optimisme vandaan? Het is de beste generatie die de wereld en de mensheid ooit heeft geproduceerd. Gezonder, beter opgeleid, grotere welvaart, betere mogelijkheden dan ooit. Er is een bewustzijn en een intelligentie die fantastisch is. En hoe komt het nou dat er dan zoveel mensen dat niet zien? Natuurlijk zijn ze altijd blind en ze kijken niet op de lange termijn. Je moet een beetje de big picture hebben. Je moet een beetje verder kijken dan je neus lang is, terug en vooruit. En wat gaat deze generatie ons de mensheid brengen? Nou, we zien nu al heel veel bewogenheid met de medemens. We worden beoordeeld hoe we met onszelf, maar met onze medemens ook omgaan. En de maatschappelijke compassie, hoe we met elkaar omgaan, is enorm gegroeid. Fantastisch geworden. Onvoorstelbaar. En toch, waar je ook zit op verjaardagen, feesten en partijen, is dat een beetje gemopper, zeg maar. Ja, maar ik reis steeds de wereld rond. Ja? En dat doe ik mijn hele leven al. En ik zie het verschil tussen 40 jaar geleden en nu. En dan kun je alleen maar zeggen, het is verhonderdvoudigd van vergeleken met 40 jaar geleden. Fantastisch. Ja, nou, dat is een prachtig verhaal om te horen. Ik ga ook zo naar de wereld kijken, want dat is het eigenlijk. Hè. Je moet eigenlijk anders kijken naar wat je om je heen ziet. Kom uit je kleine kamertje, kom uit je kleine landje, kom uit je kleine hoekje. Take the big picture. Het gaat heel goed, jongens. Ervaren man die met veel mensen spreekt, ben je dan toch zenuwachtig voor iets als dit? Nou, er is altijd een bepaalde spanning. En dat vind ik toch wel heel leuk, dat die spanning er is. Want dat geeft natuurlijk ook een stuk energie. Je hebt een spanning nodig om iets te kunnen doen natuurlijk. Ja. En wat hoop je hier vandaag zelf nog uit te halen? Wel, ik sta open voor nieuwe ideeën, nieuwe mensen. En er zijn zoveel jonge mensen met nieuwe ideeën. Dat is zo ontzettend leuk. Eén gewoon. Dankjewel. Dankjewel.